Hey Neur, het is alles goed en welkom bij het derde deel van de Transformers Masterpiece Koopgids, onderdeel van onze Wat en Hoe serie. We gaan het hebben over de beste Masterpieces die je op dit moment kunt krijgen van de karakters uit Transformers The Movie. En daarmee bedoel ik natuurlijk de enige echte Transformer film, die uit 1986. Dus uh, ik geef je antwoord op de simpele vraag: welke Masterpiece versie is voor welk karakter uit de film de beste koop? We kijken naar zowel de officiële als de third party versies. En platte knockoffs en bootlegs, die laten we buiten beschouwing. Tot slot dit filmpje is opgenomen in mei 2022. En ik beperk me tot figuren die nu beschikbaar zijn. En toekomstige releases die laat ik buiten beschouwing. Maar benoem ik wel waar van toepassing. Genoeg geleuterd, we gaan beginnen met de autobots. En dan uh, gelijk eens even kijken naar de nieuwe chef, Rodimus Prime. Genoeg zijn er maar twee opties beschikbaar. De eerste is van DX9, Gary. is erg gestyled en een aantal jaren oud en dat zie je er wel van af. Dat zie je trouwens ook aan de officiële versie van Takara. Uh, met een MP9, compleet met trailer en een Hasbro versie zonder trailer. Hoog tijd dus voor een update. En tot die tijd, ja, ga dan maar voor die Hasbro Toys R Us release. Die is het goedkoopst en het minst slecht. En voordat Rodimus Rodimus werkt, was hij natuurlijk Hot Rod. En je kunt daarvoor kiezen uit twee officiële releases: MP28 en MP40. En Die MP40 die is hetzelfde als die MP28, alleen iets ander kleurenpalet en met een Target Master. Er is ook een Fanstoys versie genaamd Hoodlum. Die laatste is eigenlijk ook niet heel erg goed en best duur. Dus mijn advies: kies een van de officiële releases. Door nu naar de crew rondom Rodimus en Hot Rod. En als eerste zijn trouwe rechterhand Ultra Magnus. Die was natuurlijk de, bevolgde, de beoogde opvolger van Optimus. Maar kon niet met de Matrix overweg. Enfin, ook hiervoor kan ik alleen de officiële versie aanraden. Simpelweg omdat er geen andere versies zijn. En P22 kun je op dit moment voor een aardige prijs krijgen, mede omdat X-Transbots en Fanstoys allebei een versie hebben aangekondigd en veel mensen hun originele versie daarom te koop aanbieden. Uh, door naar Cup. Uh, daar is geen officiële release voor, maar je kan wel kiezen uit een X-Transbots of een Fanstoys versie. Nou die X-Transbots... Uh, versie die is overmatig complex en die eerste release was echt een flater. Maar de tweede versie is alweer een stuk beter. Toch zou ik gewoon gaan voor de fan stories versie: een stevige en solide release. Doorna blur, die supersnelle autobot met onwijs irritante manier van praten. Hij praatte heel snel, maar hij zei alle drie keer achter elkaar. Dus wat heb je eraan als je zo snel kan praten? Hij speelde een best een grote rol in seizoen 3 van de cartoon. Maar op Masterpiece-gebied valt er heel weinig te kiezen. Er is een versie van Unique Toys, maar dat kan echt niet meer, voor mijn gevoel. En er is een versie van Fanstoys. En ik denk dat dat op dit moment de zeldzaamste en allerduurste Fanstoys-release is. Uh, ik hoor dat er wordt gesproken over een re-release in 2023. Wacht daar dan maar even op, want ja, hij is nu uh, schier onbetaalbaar. Voor Springer is er wel keus genoeg. Er zijn versies uitgebracht van Fence Toys, Apache heet die dan, van MMC, dan heet die Salters, Open and Play, dan heet die Big Spring, die wordt later, is die verkocht, hetzelfde bot onder de naam Robot Hero Airwolf. En je hebt nog Unique Toys Ellen. En Xtreme's bots heeft hun versie inmiddels al een jaar of vier uh, geleden aangekondigd, en uh, er komen wel telkens uh, plaatjes van, maar nog steeds geen uh, concrete toy om uh, te zien. Ik zou gaan voor de versie van Fans Toys. Die is uh, recentelijk opnieuw uitgebracht, is goed verkrijgbaar voor een aardige prijs. En trouwens, ook de versie van MMC is uh, best geslaagd. Uh, hetzelfde geldt voor RC, de vrouwelijke autobot. Er zijn daar best wat versies van, bijvoorbeeld van Fence Toys, MMC, en Toy World en Zeta. Um, toch zou ik gaan voor de officiële release van Takara Tomy. Die is zeker niet perfect, maar je moet het er maar mee doen. Voor Willy, daar zijn we daarentegen snel klaar mee, want je hebt alleen versies van x -trans bots. ze hebben het een keer of drie geprobeerd. Maar ze blijven KUT. Zie ook elders een review op dit kanaal. Uh, maar toch, ja, omdat je maar één keuze hebt, moet je die van Xtransbots nemen. En tot slot, er zijn nog de tapes van Blaster, Steeljaw, Ramhorn, Eject en Rewind. En Eject en Rewind die vind je bij de KFC-versies van Blaster. Uh, ...Ramhorn bij de blaster van Deformation Space en Los als een versie van KFC. En ook Steel Jar vind je los bij KFC. Daarnaast heeft Fan Stories een heel cassette team aangekondigd en ook MMC is daar al jaren mee bezig. Misschien doe je er goed aan om daarop maar te wachten zo lang. Door naar de Decepticons. Dat zijn er eigenlijk maar drie of vier. Uh, te beginnen met Galvatron. Heel vreemd dat er geen officiële versie is. Want hij is toch de grote boef van het derde en vierde seizoen. Je komt dus uit bij uh, third party opties. Uh, DX9 heeft er een. Die wordt ook uh, binnenkort weer opnieuw uitgebracht. Maar die is wel heel erg verouderd. Uh, Xtransbot heeft er een aangekondigd voor later dit jaar. Ja, dan kom je toch weer uit bij fan Stories. Misschien is die onderhand een klein beetje gedateerd. Maar zeker nog de moeite waard. En voor Cyclonus gaat de keuze tussen Fanstoys en X-Transbots. Die van Fanstoys is nog steeds de beste en wordt later dit jaar opnieuw uitgebracht. Betaalt dus niet te veel nu voor een tweedehandse. En overigens komt er binnenkort zelfs een KO-versie, dus een kopie uit van de Fanstoys uh, Cyclonus. Dan voor Scorch zijn en, uh, ja, die, die clones van hem, die sweeps. Je hebt eigenlijk maar één versie, die van Xtransbots op dit moment. De tweede release van uh, X die is een stukje beter dan de eerste. Qua transformatie nog steeds een cream, maar hij ziet er wel te gek uit. En tenslotte hebben we nog Red Bat, die vleermuistape. Er is maar één keuze: de officiële versie van Takara Tomy. Of uh, als je heel erg veel geluk hebt, kom je misschien nog tegen, hij is zeer, zeer zeldzaam, een versie van KFC. Nou, naast de klassieke good guys en bad guys heb je in Transformers the Movie ook nog twee andere facties. Als eerste de Junkions, met hun leider Rackar als bekendste voorbeeld. Je komt voor alle Junkions eh, automatisch uit bij KFC. Die hebben een heel legertje uitgebracht met allerlei uitwisselbare accessoires. Dus je kunt ze ook nog eens naar hartelust tweaken en combineren met elkaar. Ik heb alleen eh, Rackar en eh, die kan ik je van harte aanbevelen, die is echt cool. En als laatste groep heb je dan de Quintessons, met de judges. Dat zijn die zwevende hoofden als bekendste voorbeeld. Nou, die zijn door Bots uitgebracht. Het zien er erg cool uit, maar ik vind ze wel heel erg duur. Uh, iets van 175 euro voor een niet-transformeerbaar figuur. Andere quintessans, uh, wat minder bekend zijn de Alicons en de zogenaamde leaves En dan heb je nog Prosecutors en Scientists. En die zijn allemaal door Impossible Toys uitgebracht. En je kent vast ook nog wel de Shark Tanks. Dan moet je gaan voor de Unique toy set Maar wellicht dat er in de bij je toekomst nog wel wat andere opties volgen. Ja, en tenslotte Unicron de ultieme bad guy uit de film. Nee, die heb je natuurlijk niet in Masterpiece gehaald. Dat is uh, simpelweg niet te doen. Wel heb je twee versies: één van Hanslab en één van Studio Cel. Die van Hanslab is uh, giga groot. Volgens mij is die een centimeter of 70, 80 hoog. En die is uh, vrij onbetaalbaar. Um, en de studio cell versie is een, uh, een flinke slag kleiner, maar ben je ergens tussen de 300 en de 400 euro uh, kwijt en heb je toch een soort van aardige representatie van Unicron's time. En dat was het dan alweer voor deze keer. En in de volgende aflevering uh, zoomen we in op seizoen 3 en 4 en geef ik je ook weer mijn beste. Koop tips. Ben ik heel benieuwd naar jouw favoriete moviebot. Laat dan een reactie achter en laat me weten wat jouw favoriete karakter uit de film is. Uh, voor nu bedankt voor het kijken weer. En zie je gauw en later.